Hi allemaal, deze video is ietsje anders dan normaal. Het is zeg maar een shoplog, maar het is tegelijkertijd ook niet echt een shoplog. We delen in deze video namelijk echt een aantal budgettoppers die op dit moment in de winkel liggen en waar je echt vanaf moet weten. En de reden dat wij al deze budgettoppers in één video willen stoppen dit keer, is omdat mijn moeder die zei laatst van vroeger heb je de vrekkenkrant. En een vrek is dus iemand die niet zoveel geld wil uitgeven. En daarin vond je echt alle goede deals bij elkaar. Mm-hmm. Toen dachten wij, dat is eigenlijk heel erg leuk om ook in videovorm te doen. Want we krijgen natuurlijk allemaal van die blaadjes in de bus. En dat zijn er tientallen. En ik weet niet of jullie ze allemaal doorkijken. Maar het zijn er best wel veel. Dus wij dachten, weet je, van die tientallen blaadjes gaan we gewoon iets makkelijker maken. En dat is dit. Ja, want in deze video laten wij dus een paar geshopte items zien dat echt de toppers zijn. En we delen ook eventueel nog wat toppers die we hebben gevonden in blaadjes. En het zijn allemaal dingen die wel... Het zijn natuurlijk niet alle dingetjes die er te koop zijn die echt budgettoppers zijn. Maar wel dingen in onze smaak, onze stijl, wat wij zouden willen kopen. En natuurlijk, de shoplogs van ons zullen niet stoppen. Die lopen natuurlijk ook altijd gewoon heel erg goed. Omdat jullie het ook heel erg leuk vinden om te zien. We zijn wel heel erg benieuwd wat jullie van zo'n soort video vinden. Dat we dus echt enkel de toppers verzamelen. Want in een action shoplog hebben we vaak wel één of twee leuke items. Maar dan is de rest, ja, heel eerlijk gezegd, een klein beetje dagelijks gebruik. Mm-hmm. Niet heel erg spannend. Maar in deze video zie je dus echt alleen maar gelimiteerde toppers. En in dit geval alleen maar interieur dingetjes. Dus we zijn heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Geef me vast een duimpje omhoog als je dit dus een leuk idee vindt. Want dan weten wij of jullie het leuk vinden. En of we er misschien een serie van gaan maken. Mm-hmm. En vergeet je ook alvast niet te abonneren op onze YouTube kanaal. Nou, we beginnen bij Kruidvat. En misschien heb je het ook wel gezien. En ze hebben daar echt deze te gekke wandplankjes. En hij heet gewoon de wandplanken. En hij is er in 60 keer 14 keer 45 centimeter. En zoals je aan deze doos kan zien, is dat echt wel een flinke afmeting. En toevallig had ik echt nog plankjes nodig die ik boven mijn bureau ga zetten. En deze stijl vond ik gewoon echt heel erg leuk. Ja, en hoeveel kost deze? Deze zijn, of deze set is €7,99. En dan krijg je dus twee wandplanken voor. En dan kan je volgens mij wat leuks op kwijt. Ja, ze zijn ook gewoon heel erg hip. Ik vind het een hele goede prijs. En je hebt hem in zwart metaal en dan met bruine plankjes en zijn een beetje volwassen hout. Of je hebt hem in wit en ik heb gekozen voor de witte, want dat staat het beste bij mijn kamer. Maar allebei zagen ze echt super tof uit. Dus ik vind dit echt wel een hele leuke aanbieding. Volgende item van de Kruidvat is deze bijzettafel op wielen. En je kunt het al een beetje raden misschien als je ons kent. Dit is echt het perfecte barcard gewoon, toch? Mm-hmm. Ja, hij ziet er heel tof uit. Het is echt een heel simpel dingetje. En de prijs, want barcards zijn echt heel erg duur normaal gesproken, is maar €13,99. Ja, ik heb online echt barcards gezien voor 100, 2 euro, of 200 euro, 500 euro. Echt voor super hoge prijzen. Dus dan een prijs van €13,99 is echt geen echt geld. Niks. En wat je dus kan doen met deze barcard is, je moet hem zelf nog in elkaar zetten. Dus je kan hem helemaal opschuren. Zaten wij aan te denken. En dan het metaal bijvoorbeeld goudkleurig spuiten. En dan eventueel de plankjes nog beplakken met marble tape. Dan heb je echt een super luxe, best wel vrouwelijke barcard. Zet je er wat cocktail dingetjes op en zo. Maar je kan er ook gewoon limonade op zetten of fris of iets anders. Maar gewoon op zichzelf is die ook al heel erg tof. Ook deze heeft weer een beetje dat volwassen hout. En hij is er dan in het zwart. En dat is ook heel erg tof. Maar het is gewoon zeg maar een item die je ook echt wel kan customizen. Dus dat is ook altijd wel leuk om te weten. Maar goed, hij is echt super leuk, super goedkoop. En je kunt hem ook echt gewoon gebruiken als een nachtkastje of gewoon een bijzettafeltje. Maar wij zagen er meteen een barcard in. Volgende toppers komen bij de Zeeman vandaan. En een tijdje geleden had ik daar op onze blog ook al een artikel. Wat is er? Je onderbreekt mij steeds. Of je even je bakjes wil houden. Nou, goh. En in dat artikel had ik hele leuke pinnetjes gevonden. Echt in een cactusje en een lipje en dat soort dingen. Ik heb die allemaal op een jasje al geplakt. Voor heel weinig geld. En ik had ook hele leuke marmer haakjes die ik kan opplakken. En een heel tof vetplantje die serieus echt heel echt uitzag. Deze items die zagen we ook nog bij de Zeeman nu liggen. Dus ze zijn nog te koop. Mocht je die ook heel erg leuk vinden. Maar we hebben naast die items ook weer andere dingen gevonden die ook echt het waard zijn. Zoals dit rek. Deze hebben ze in het wit en in het zwart. We hebben de zwarte gehaald. En oh, ik moet hem eigenlijk zo houden.
Deze die kan je dus op je muur hangen. En dan kan je hier weer haakjes in hangen. En dan heb je gewoon een wandrek. Ja. Die wij dus vroeger hadden gediy'd door gewoon een rek te kopen bij de karwei. Ja, nog heel vaak krijg ik de vraag waar die vandaan is. Nou, die is van de karwei en hij is echt huge. En ik weet even de prijs niet meer, maar het was wel een paar tientjes. 15 euro denk ik. Ja, iets in die richting inderdaad. Maar deze is €3,99. Hij is dus wel gewoon klein en simpel, maar ja, wel heel erg leuk en een goede prijs. Ja, en hij staat ook iets naar voren. Hij is zeg maar iets anders gebogen, waardoor hij iets meer van de muur afstaat. En daardoor kan je ook makkelijker dingen erin hangen. En je kan ook bijvoorbeeld heel leuk polaroids aanhangen. Het is gewoon echt super tof. En hij ziet er ook heel erg mooi afgewerkt uit. Verder vonden we ook nog deze hele leuke stoffen bakjes, mandjes met streepjes erop. Je had ze ook zonder streepjes. En de binnenkant is zeg maar een beetje plasticachtig. Dus het is echt ideaal om je shampoos in te bewaren, ja. Je make-upjes. Dus mocht je zeg maar morsen, dan kan je ze ook nog heel makkelijk schoonmaken. Dat is echt wel een leuke plus erbij. Ja, en wij vinden ze zelf heel erg cute en best wel hip. Dus vandaar dat we ze echt heel erg leuk vonden. En ik kan me voorstellen dat als je dit in een interieurwinkel of zo koopt, dat het dan best wel wat geld kost. Mm-hmm. Maar bij deze hemel kost deze maar €2. En deze is €2,50. Ja. En ze zijn gemaakt van een wat stijvere stof. Dus vandaar dat ze heel netjes omhoog staan. En hierboven heb je dan ook ijzer. Ja. Dus het houdt ook gewoon heel erg mooi zijn vorm. En ja, zoals je kan zien, je kan hem echt gewoon neerzetten. En eigenlijk is stiekem ook echt een perfect bakje om gewoon allemaal zooi in te dumpen. En het staat gelijk alsof je hebt opgeruimd. Volgende item van Zeeman is dit setje met servetjes. En ik vond deze te gek omdat er een marble printje op zit. Je krijgt voor deze set, hij kost trouwens €1,79, krijg je twee soorten. De grotere versie heeft dus echt een leuke marble print erop. Je krijgt ook deze erbij. Dit zijn de iets kleinere servetjes. Nu met dit weer dat er aankomt, heb je gewoon servetjes nodig. Ga je lekker buiten zetten en ja, het is gewoon een must. En €1,80. Ja, het is geen geld. En in datzelfde monochroom thema hebben we hier een hele leuke theedoek met polkadots. Die wilden we ook even laten zien. Deze is €2. Oh, trouwens, het is volgens mij een soort handdoek / theedoek. Omdat hij een beetje van badstof is. Ja, en hij voelt ook echt heel lekker aan. En ja, ik vind het wel heel erg leuk. Dit is even iets meer random. Dit is een soort van foliezakje voor je wijnfles. Ik kwam hem tegen en ik dacht, oké. Het is misschien niet echt heel erg interieur. Maar het is wel heel erg picknick en lenteproof. En ik wil het gewoon graag delen. Want het is gewoon een soort van ziplock. En daarin zet je gekoelde wijnfles of watertje of frisdrank. En dan blijft hij koel. Dus ja, ik vond het wel heel erg cool. Ja, en je kan hem ook heel makkelijk meedragen zo, tralala. Als je dan op weg gaat naar de picknickplek. Dat is wel ideaal. €1. Bij de Vibra hebben ze momenteel ook super veel leuke interieurspulletjes liggen. Zo heb ik een hele toffe mand gezien voor €8,99. Nou, ik had al een mand voor mijn plant, dus die heb ik niet meegenomen. We gingen wel zoeken nog even voor een hele toffe lamp, geometrisch. Yes. Ja, een hele leuke geometrische lamp. Dus dan is die zwart met van die soort van metalen draadjes eromheen. Super leuk. Ik had die al heel vaak voorbij zien komen op webshops en in winkels voor veel meer geld. Echt, ik weet eigenlijk niet eens meer. Gewoon meer dan €10, €20, €30, weet ik hoeveel. En bij Vibra hebben ze hem dus nu voor €5,99. Dus ik had iets van goals, die moet ik hebben. Maar we zijn er dus net naast gegrepen. Ja, we waren te laat. Misschien omdat het in Utrecht iets drukker bezocht wordt of zo. Ja. Maar we wilden toch graag de tip met je delen. Want misschien kan jij hem nog wel vinden. En het is wel echt een heel tof lamp. Bij de Blokker heb je momenteel hele mooie plantenstandaarden. Dus van die metalen standaarden waar je plantenpot in kan zetten. En degene die zij hebben lijkt echt precies op die van het merk Firm Living. Die heb ik zelf in huis staan. En ik weet dat die €30 kosten per stuk. Mm-hmm. En bij Blokker zijn ze 15. Ja, je hebt hem in twee maten. Eentje is iets kleiner dan de andere. Dus jij is €15. En de iets grotere is €17. En ze zijn echt super leuk. Staan lekker hoog zo van de grond af. Dus als je iets hebt van een beetje te spelen in je interieur en planten dus van de grond af te halen, zijn deze plantstandaards heel erg leuk. En Tara en ik hebben ook allebei een heel leuke plantstandaard van de Intratuin. Daar hadden we laatst ook een blog over geschreven. En die was €25. Dus dat was best wel prijzig. Er zat wel een pot bij. Ja, maar bij deze zit ook een soort van klein metalen bakje potje. Bij. Ja, bakje klopt. Inderdaad. Dus voor €15 of €17. Is wel echt een goede deal. Echt lekker budget bezig bent. Die zijn echt super leuk. Nou, voor deze toppers zijn wij dus naar de winkel gerend. Omdat we ze echt super cool vonden. En we zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Om deze allemaal, ook al zijn ze alleen uit de folder geweest, bij elkaar te zien in een video. Mm-hmm. Ik vond het wel heel erg leuk om te delen. Ik ben heel erg benieuwd waar jullie enthousiast van werden. En of jullie misschien de laatste tijd nog iets leuks hebben gescoord. Dus laat ons eventjes in de comments weten wat je van deze soort video vindt. We zijn heel erg benieuwd of we hier
hier een serie van moeten maken. En het hangt wel een beetje af van ja, de views van deze video. Het aantal duimpjes omhoog. Wat jullie ervan vinden. Dus jullie feedback zijn altijd super fijn om te weten. Nou, ook nog een andere leuke actie hebben we lopen op Instagram. We hebben namelijk in samenwerking met Picnic een heel leuk boodschappen en goodie en super lekkere pakket dat we gaan weggeven. Dus check die winactie ook zeker. De link daarvan vind je in de beschrijving. Het is natuurlijk altijd heel erg leuk om kans te maken op gratis eten. Free food! Oh, en nog iets anders. Ik ga dus een winactie doen en de Riz gaat een winactie doen. En we hebben allebei items gekozen, boodschappen die bij ons passen. Dus bij mij vind je sowieso een kaasplank in het pakket. En bij Larissa... vooral heel veel zoetigheid. Ja, zoetigheid. Nutella. Chocola, Milka, bij mij kokoswater. Nou ja. Nou, dat waren alle tips weer voor vandaag. We horen het heel graag dus van jullie of we weer verder moeten gaan met dit koopjesjagen gedrag. En dan zien we je heel graag in de volgende video of als je erbij bent dit weekend bij Fiets. Ja, inderdaad. Nog even voor de duidelijkheid, Tara en ik hebben dit jaar niet een aparte meet and greet op Fiets. Maar je kan ons gewoon vinden op de vloer, want daar gaan we gewoon zoveel mogelijk zijn om met jullie op de foto te gaan te knuffelen. Dat soort dingetjes. En ja, als je ons ziet, kom alsjeblieft naar ons toe. Want het wordt altijd wel een drukke boel. En dan weet ik niet zeker of je ons anders daarna nog een keer gaat vinden. Ja, dus als je ons ziet, grijp ons vast. Niet te hard, want dat gaat dan weer pijn doen. En oh ja, nog even over de vorige video. Ik had een gigantische blauwe plek op mijn arm. Voor iedereen die zich afvroeg wat het was. Het was een blauwe plek. Dus op Fiets, pak me niet te hard aan, want anders loop ik weer rond met zo'n blauwe plek. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, ik ben dus gevallen en daarom had ik die blauwe plek. Dus ik ben niet hard vastgegrepen. Ja, het is niet dat je heel stoer bent gevallen van een berg of zo, maar gewoon van een kruk. Ik was te zwaar, ik ben door die kruk heen geraakt. Oké, nou. Doei! Doei.